tijdens corona gaat door heel het land. Door heel het land. Ah, dat is gewoon een jongen. Hey, baba. Wat is het gaan doen? Ja, ben maar eens beginnen studeren, zeker. Amai, zo flink. Moet ooit eens beginnen, hè. Krijg je nu een kus van de meester en een bak vooruit? Zeker. Voilà. Nee, maar ik hoop wel echt dat de winkels open gaan volgende week, want... Ja. Mijn materiaal is bijna open, dus anders kan ik niet verder. Ik hoop dat alles open gaat. Man, ik ben dat beu binnen zitten. En ik kan nog eens iets doen samen. Inderdaad, samen gaan zwemmen. Ja. En ik kan eens fatsoenlijk model staan, moet ik denken. Ja, of kunnen we nog eens samen op café gaan? Ja. Naar ons café? Ja. Dat hoeft niet per se, nee. Moet je daar nu nog altijd niet naartoe omwille van die debiele gasten? Robbe, ik heb je dat toch al 1000 keer gezegd. We gaan ons leven toch niet laten bepalen door zo'n stil sukkels. Ik zie u graag, hè. En als wij dingen doen of niet doen omwille van hun, ja, natuurlijk winnen zij dan. Dat is onze plek, Robbe. Die van ons. En dat blijft onze plek. Dus fuck hun. Ja. Ja, ik weet het. Maar dat blijft gewoon in mijn kop zitten. Weet je wat? Als we terug buiten mogen, dan gaan we er samen naartoe. En als dat niet oké voor u voelt, dan gaan we terug weg en dan proberen we het 2 keer na opnieuw. En als dat ook niet lukt, dan nog eens opnieuw. En nog eens opnieuw en nog eens opnieuw, tot het voor u goed voelt. Hè? Ja. En dat doen wij samen, wij twee. Zoals altijd. Dat is lief. Maar, allee, het is niet omdat andere mensen kleingeestig zijn, dat jij je wereld moet verkleinen. Hè? Dat zou ik zonder doen. Ja, dat is een heel goede vraag. Waarschijnlijk nog altijd als een geil hondje achter Jens loopt. Jongen. Ja, dat is toch waar? Wat is dat nu ineens?